Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En het is dinsdagmorgen 2:15. Dus het is na vroeg. Ik ben weer terug van vakantie. En op de planning dachten ze natuurlijk van... laten we Sebastien eens even een lekker ritje geven. Dat hij lekker vroeg kan beginnen. Maar goed, dat is niet anders. Ik sta nu in Mionnet, op de Ring van Lyon, een benzinepomp. En ik moet eigenlijk voor 11 uur lossen aan de Côte d'Azur. De rest leg ik zo meteen wel even uit. We gaan rijden. Ik zet nog even gauw een bakje koffie en dan gaan we. Jongens, ondertussen zijn we een uurtje of twee aan het rijden. Ja, ik hoef niet zoveel te filmen, want het is alleen maar donker. Maar de reden dat ik zo vroeg weg moest vanmorgen is omdat ik moet lossen in Sophia Antipolis. Dat ligt net voorbij Cannes. En die klant die werkt maar tot 11 uur. En vanaf de parkeerplaats waar ik vanmorgen stond, of vannacht, is het nog 500 kilometer. Dus vandaar. Dus gisteravond ook niet naar een restaurant gereden of zo. Want dat, in Frankrijk en zo is dat altijd tot, tenminste om 7 uur of zo, kan ik eens eten. Dat vind ik eigenlijk net te laat als ik zo vroeg weg moet. Dus gisteravond een saladertje gegeten en prima. Maar ja, het is ook niet mijn hobby om zo vroeg weg te gaan. Maar ja, soms is het niet anders. Hè. Als het gebeuren moet, moet gebeuren. Dat hoort er ook bij. En met deze temperaturen vind ik het ook niet echt ideaal normaal gesproken. Maar het was gisteravond nog 32 graden. Dus. Maar goed, gelukkig hebben we standairco. Dat dan weer wel. Dus ja, ik ga nog een stukje naar buiten kijken. En tot straks. Jongens, het is 6:30. Ik ga nu even pauze maken. Ik ga even 3 kwartier plat. En dan gaan we weer verder. En is het nog 145 kilometer. Dus het loopt goed. Zo jongens, toch een klein tukje gedaan. Lekker. Even. Meestal is het zo, zeg maar. Als je zo vroeg begint. Als het dan... licht begint te worden, dan krijg je een beetje slaap. Nou had ik eigenlijk nu nog nergens geen last van hoor. Het ging eigenlijk top. En ik zat er eigenlijk nog wel lekker. Muziek hier op, maar ik moest toch pauze maken. Dus nou ja, in ieder geval even lekker een tukje gedaan. Dus we gaan nu weer verder. En ik mag ook niet naar binnen of zo, dus prima. Lekker een beetje van het zonnetje genieten. Toppie. Nou jongens, het is eruit. Het is 10:30, dus best gelopen. Maar ik had jullie eigenlijk nog helemaal niet verteld wat de bedoeling was deze week. Ik heb een beetje een raar rondje. Het is eigenlijk het is vakantietijd, dus een hoop bedrijven zijn ook dicht in Zuid-Europa. Dus ik sta nu in Sophia Antipolis en nu... ga ik even een pallet ophalen in Gras. Dan heb ik er nog wat in staan voor Carros.
En dan gaan we door naar Italië. Dan heb ik nog wat voor Milaan. Dus dat is ook weer een aardig stukje. En dan nog Brescia. Dus het is een beetje ja, een apart rondje. Dus het is wel een heel mooi ritje. Ja, maar er zit een hoop afstand tussen. Ja, hier dan even niet. Maar zometeen als ik een rost eruit heb, dan is het weer een aardig stukje rijden. Dus, en dan in Brescia moet ik ook weer laden voor de rest. Dus op zich helemaal goed. Jongens, door gras heen, dat is nooit zo'n heel groot succes. We staan altijd vast hier ook. Dat, ja, maar goed, het is niet anders. Het is nog een klein stukje, dus het valt mee. Nou jongens, ik heb even niet zoveel te zien, want ja, ik moest mijn spatborden te snel afhalen. Want het gaat hier allemaal omhoog en allemaal krap, dus dat ging even niet. Anders rij je alles aan bonken. Nou heb ik net gelaaien, nou, zo meteen maar even een schoon shirtje aan. Maar nu sta ik ook, zoals jullie zien, even vast. Dus nu is de beste man eens iemand opzoeken dat ik de bocht door kan. Want we kunnen de bocht niet halen. Hier in Kras is altijd zo top, wat ik jullie al zei. Het is allemaal ruim de meter, maar niet heus.
hier aan de rechterkant, jongens, voor de voetballiefhebbers, is de Allianz Riviera. Dat is het stadion van OGC Nice. Zo jongens, we zijn weer in Italië. Nog een uurtje. En er zit drop voor vandaag. Ja, wie vroeg begint is vroeg klaar. Goed mensen. Het is 3:30, mooie tijd en we staan hier vlak bij het strand, dus wat gaan we doen? Lekker naar het strand natuurlijk. Nou jongens, plekje gesteld, helemaal top. Nou, ik lig hoor. Zometeen nog even een duikje nemen. Toppie dit jongens. Nou, we gaan maar eens een duikje nemen. Lekker. De zee is gewoon warm, jongens. Lekker man. Nou, hoe mooi we het hebben, jongens. Dit is toch mooi. Dat dit bij gewoon tijdens je werk kan je even naar het strand. Dus, maar goed, ik loop nu richting de auto. Het is nu 7:00. Een uurtje of 3 op het strand geweest. Dus het is mooi geweest. We gaan nu eens lekker wat eten scoren. Nou jongens, heerlijk gegeten. Ja, en lekker gedoucht trouwens. Je staat er in de bezemkast, maar dat maakt voor de rest niet uit. Maar ik kon er niet te veel filmen, weet je. Want het is zo'n drukke zaak. Het is echt super druk. Dus dat is wel... ja, het is helemaal vol met mensen. Dus dat gaat best niet. Dus dat is wel jammer, want het is wel een hele leuke tent van binnen. Maar goed, het gaat om de kwaliteit van het eten. Dus het is ondertussen 9:00. En ik vind het nou wel mooi geweest. Dus ik ga... Ik moet nog heel even een filmpje kijken en dan vind ik het wel goed. Ik laat eerst trouwens even een half uurtje de auto lopen, want het is nog steeds 31 graden buiten. En ja, het is een soort warm in het hok, laat ik het zo maar zeggen. Goedemorgen, nou we gaan weer wat doen. Het is woensdagmorgen 6:00.
Zo jongens, de klamp aan Milaan ook gelost. Gaat meestal snel hier. Lossen we altijd auto-onderdelen. Dus, zoals bumpers en dergelijke. Het is maar helemaal top. Papiertjes ook al. Dus helemaal goed. Nou jongens, ondertussen ben ik in Carpenedolo. Dat ligt net voorbij Brescia. En hier moet ik laden. En dan moet ik oude banden laden. Ik weet niet, vrachtwagenbanden, autobanden, geen idee. Maar ze zei op nummer 38. Nou is dit nummer 34. 36. En dan zou je denken dat hier nummer 38 is. Maar dat is dan in één keer nummer 46. Dat is wel meer in Italië dat de nummers niet helemaal kloppen. Hier. Nummer 46. Dus ik heb geen idee. Maar het is ook vakantietijd, dus een hoop bedrijven zijn dicht. En het is nu tussen de middag. Maar goed, ik heb een afspraak met die man om 1 uur. Het is nu 1:15. Dus ja, ik ga het wel even afwachten, denk ik, of zo. Dus ja, het zal wel. Ja, jongens, ik sta dus te laaien. Het was inderdaad dus op een ander adres. Maar dat maakt niet uit. Goed. Die jongens staan dus vrachtwagenbanden op te stapelen in de auto. Nou, ja, ieder zijn vak, maar ik vind dit toch wel een... wat een baan, joh. Zeker, het is 35 graden en die jongens staan gewoon tot aan het dak toe vrachtwagenbanden op te stapelen. En die auto komt helemaal vol. Dus ik ga jullie het even laten zien. Ik heb het gevraagd of het mocht, dus het mocht. En het zijn wel een stel krachtpatsers, zeg maar. Goed, ik sta nu natuurlijk oude vrachtwagenbanden te laden. En dat is wel grappig. Deze terugvracht die hebben we weer van een oud collega van mij, Marcel. En daar doen we tegenwoordig wel eens voor terugladen. En dat is dan wel weer grappig, want daar heb ik bij mijn vorige werkgever heb ik 10 jaar gewerkt. En ik zit ondertussen 11 jaar bij Hartog. Dus ja, daar heb ik ook 10 jaar mee gewerkt. Dus dat is op zich wel leuk dat, dat je elkaar zo weer tegenkomt, zeg maar. Nou, we zullen eens even Marcel, mijn oud-collega, eens even bellen dat zijn spullen erin zitten. Ik moet bellen. Marcel? Ja, met Sebas. Hoi, Sebasje. Het zit erin. Mooi, hè? Ja, mooi, zwarte goud, hè? Ja, het zwarte goud, maar het zit erin. Oh, helemaal top. Dus, En nou, wanneer denk je dat je hier bent? Of kom je zelf niet door? Jawel, ik kom wel zelf door. Ja, ik denk vrijdag na de middag of zo. En wat is na de middag? Ja, dat... 1 uur. Dat ik ken nou nog een uurtje of 3. Zeg maar. Ja. Dus dan ga ik morgen door de Mont Blanc. Morgenavond ja. Match, denk ik. Ja. Dus ja, dan ben ik net na de middag in Montfort, zeg maar. Laat ik zeggen om 1 uur of 1 of zo. 1 uur, ja, dat zou wel een grappig even regelen. Dan zeg ik voor 12 ga ik denk niet halen, maar. Want ik moet nog steeds een keer 11 uur maken binnen de 13, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, maar of je nou om 12 uur bent of om 1 uur, want er zit op een reetje tussen, dus dan mag ik ook niet zo. En dat ding van jou is zo leeg, met een uurtje is die leeg. Oh, best. Daar is wel niks voor. Oké.
Ja, dan ruimen ze hem zo altijd weg, maar op die vracht of zo. Ja, dat komt wel goed, dat regel ik wel. Komt helemaal goed. Oké. Oké, Sjebaas. Hoi, hoi. Hoi, hoi. 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 Ideaal die vakantietijd. Ik krijg gewoon midden in de spits in Milaan en niks aan de hand. Ondertussen is het donderdagmorgen 6:15 en we zijn bijna bij de Mont Blanc tunnel. Ik zit ineens te bedenken dat volgens mij dat wij nog nooit de Mont Blanc hebben gefilmd in al onze video's. Nou ja, eens moet de eerste keer zijn. Nou, we staan hier even aan te schuiven. Dan gaan we zo meteen door een scanner. En daarna dan komen we bij de betaalhokjes. En dan mogen we €350 betalen. En dan mogen we de tunnel door. Het is wel knap geld voor 11 kilometer, maar vooruit. Bonjour.
Merci. We zitten nu in de afdaling van de Mont Blanc en ja, dat is ook nog wel een stukje naar beneden hoor. Als je goed zwaar bent, dan kan je er hier ook goed om denken. Thank you.
het allemaal weer leuk vonden. Ik ga nog even 1000 kilometer naar buiten kijken, zeg maar. Niet vandaag, maar. Maar goed, er is voor jullie weinig aan te zien. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi hoi!